En deze moet er ook een beetje op, Keju. Oké, Keju. En hier alvast een sneak peek van de swimwear collectie. We zijn zo blij met die life goals. Het moment wanneer je dochter... Goedemorgen, het is vandaag zondag en wij zijn allemaal net lekker fris gedoucht en wel. Ik heb me net in alle rust even kunnen klaarmaken, want Dwayne die was met Nela naar de auto car wash. De bus moest schoongemaakt worden en de Opel ook. Dus dat heeft hij net eventjes achter elkaar gedaan. En straks komt hij terug en dan gaan we samen met mijn zusje lekker even een stuk fietsen. Het is echt een heerlijke lentedag, dus wij dachten ja, dan gaan we niet weer klussen. Gaan we gewoon even met het gezin wat leuks doen en lekker even eruit. Dus ja, fietsen is wat we gaan doen. Ik ga eerst nog eventjes beneden een beetje stofzuigen en dweilen voordat we straks gaan. Want we zijn toch nog even weg met Nela en dan gaan we straks lekker genieten van deze dag. Eindelijk een keer geen kwast in mijn handen. Want ik heb de afgelopen dagen echt zoveel met Dween gedaan in het huis. Dat we nu ook wel even een chill momentje willen. En met de kinderen willen genieten. En de bel gaat. Dus ik ga even open doen. Ik had trouwens gisteren mijn schoenen binnengekregen. Die ik had besteld bij Adidas. Deze die zijn van de Ivy Park collectie. En ik ben zo verliefd hierop. Even serieus. Hoe vet is deze schoen afgewerkt? Alle details. De veters eraan. Die achterkant. Echt heel blij mee. En het is trouwens van de Ivy Park Icy collectie heet het geloof ik. Dus ik vind het eigenlijk wel jammer dat ze niet iets eerder zijn gekomen. Want nu gaan we echt richting voorjaar en niet meer winter. Ja goed, ik denk dat ik die ook hier bij mijn outfit aan ga trekken vandaag. Want ze zit ook heel lekker. Dus dat wordt the look of the day. Deze broek met deze schoenen. Helemaal blij mee. We zijn helemaal ready to go om te gaan genieten van dit lekkere weer. En dit is wat ik vandaag aan heb. Ik draag een trui van Sisters & Seekers. Tas Balenciaga. Broek is van zo'n pak die we hebben bij de webshop Mina Moon. En mijn schoenen, die heb ik jullie net laten zien. Die zijn van Ivy Park. And that's it. Dus we gaan nu lekker fietsen. Had je mijn banden ook opgevonden? Ja. Oh, wat een toppetje bij jou. Hij was laatst een beetje zacht. Perfect temperatuur dit. Ja, lekker hè. Gewoon niet. Ik had net is echt mijn favoriete seizoen. Ja, het is niet te warm, dat je nog die frisse lucht hebt. Ja, leuk is met schoenen dat het nog een beetje koud is. Leuker, ja. We gaan meteen even een pitstop maken om een ijsje te eten. Kijk eens! Alsjeblieft, heel goed likken hè. Kijk, de zijkant even likken. Hij heeft niet zijn ding op. Nee, die hadden ze dus niet. Lekker een heel stuk gefietst. Jij hebt achterop gezeten, je hebt niks gedaan. Nee. Tante Jorien is helemaal kapot van het skileren en ik heb de hik. En nu lekker een pitstop om een patatje te eten en dan gaan we weer doorfietsen. Dween zal weer helemaal kapot zijn met twee kinderen op de fiets. Super papa. Super papa. Super Joentje, super Nela, hè? Oh, irritante hik. Multitasker hoor. Les geven en patat eten. Doet hij ervoor, super daddy. Oh ja, super papa. Super papa. Super papa. Hier een patatje. Smaakt het? Ja? Goedemorgen. Het is de volgende dag. En wij zijn net wakker. En gaan zo meteen naar Hans en Grietje. Dat is gewoon open schijnt dus. Dat is echt hier vlakbij ons huis. En daar hebben ze nu afhaal met pannenkoekjes, een soort heksenjacht voor de kinderen. En de speeltuin is ook gewoon deels open, dus dat is echt heel fijn om daar even lekker naartoe te gaan. Want het is best wel een tijdje geleden dat we dat hebben gedaan. En nu is een deel van Hans en Grietje wel gesloten, maar voor de rest kan je dus gewoon afhalen en lekker met de kids spelen. En het is vandaag ook echt een hele mooie dag, eigenlijk de hele week al. Dus daar gaan we lekker van genieten. Mijn zus die gaat mee met de kindjes, dus dat is gezellig. En mijn moeder ook. Dus ja, we gaan ons even klaarmaken. En dan die kant op. Als ik wel een McDonald's krijg. Zo, ben je klaar? Ik heb een klein lepeltje in hetzelfde. Kijk. Ik heb lekker. Kijk, dat is daar.
Oké, jongens, we zijn ready to go. We gaan nu met z'n allen richting Hans en Gietje. Ik heb gewoon heel simpel een zwarte blazer aangetrokken. Zo'n oversized blazer. Met een cool truitje van de Zara. Sjaaltje. En mijn nieuwe schoenen van Adidas Ivy Park. En de legging, trouwens, de leren legging is van Milamoon. En that's it. Dus wij gaan nu pannenkoeken eten. Ja, lekker hoor. Lang geleden. Nou, we zijn er hoor, jongens. En ik heb echt de hele tijd traanogen. En dat heb ik altijd als ik zonnebrandcreme op heb gesmeerd op mijn gezicht. Ik weet niet of iemand daar tips voor heeft hoe ik dat niet meer krijg. Want het is heel vervelend. Maar goed, we hebben net lekker even pannenkoekjes besteld. En Joentje is ook gezellig met ons mee. Huh? En die gaat ieder moment denk ik in slaap vallen. Nelaatje, Dween en waar de andere kids uithangen weet ik eigenlijk niet. Maar volgens mij zijn ze aan het glijden. Als je toch met je kinderen even een dagje eruit wilt. Hans en Gietje heeft dus nu dat ze wel afhaal hebben. Dus die kan je die pannenkoek afhalen. Oh, stop. Maar je kan dus niet op het terras zitten daar. Alleen kan je wel gebruik maken van de schommels en de glijbanen. Alleen dit soort activiteiten die hebben ze nu weggehaald. En eigenlijk dat hele terras is dus ook gewoon helemaal gesloten. Maar het is wel leuk voor de kinderen dat ze alsnog even lekker kunnen spelen. Wie eruit? Kom. Binnen. Wat is het dan? Wow, een trein. Een trein? Ja, hierin zit een trein. Ga kijken dan. Nee, heb je op de knop te drukken? Doe maar, ik weet het niet. Nee, misschien is het... Ik weet het niet, doe het maar. Durf jij dat? Er gebeurt niks. Nou, gelukkig kun je alsnog gewoon pannenkoeken eten, want daar kwamen we. Ja, echt hè? Ik heb een kaaspannenkoek genomen en dan kan je het dus gewoon afhalen bij het loket daarachter. Ja, kaas. De kindjes hebben allemaal zo'n kinderpannenkoek. Dween, spek met kaas. Lekker hoor. Oh, je was al aan het eten, dus je stopt even. Nou, eet smakelijk. 1, 2. Go! Dat was leuk, hè? Oh. Wat awesome! Oh, gosh! Hey, Ila was er ook alweer. Oh, ik vond het echt wel een beetje benauwd. Ja, het is hoog, hè? We zijn de heksentocht aan het doen. Het lijkt alsof mijn neus dicht zit met die bril erop. Handje. En je moet dan de heksen gaan zoeken, denk ik. Wat zou jij in je soep doen? Oh, ja, we gaan zoeken. Ja. Wat ga je in de heksensoep doen? Volgens mij vindt papa het maar al te spannend. Denk je niet? Tuna ligt lekker te slapen, dus die vindt het volgens mij niet zo spannend allemaal. Goed, we gaan op jacht, hè? Of heksenjacht. Oh, shh, moeten we stil zijn. Ik mag niet praten. Er zijn behoorlijk wat op- en afdalingen. Oh, we hebben de verkeerde route gekozen. Pauline en Teen lopen daarachter. En mama. Ila is daarachter. Het is wel echt perfect weer om lekker in het bos te wandelen. Hè? Lekker zonnig. Goed zo. Good morning. Het is vandaag de volgende dag. En vandaag is het opruimdag. Wij zijn langzaam een beetje begonnen met het inpakken van de spullen. Dat had ik jullie in mijn vorige vlogs ook verteld. En beetje bij beetje zijn we nu al spullen naar het nieuwe huis aan het overbrengen. En Dwayne die is daar nu, as we speak, eventjes de kast in elkaar aan het zetten voor de kledingruimte. En daar kunnen we natuurlijk alvast wat spulletjes in ophangen. Dus ik dacht, ja, dan ga ik straks alvast even een begin maken aan de zolderkledingkast, zeg maar. Zodat ik dat alvast leeg kan halen, de winterspullen en zo in bakken kan doen. En dat dan kan overbrengen naar het nieuwe huis. En straks wordt ook nog onze bank weer lekker eventjes gereinigd voordat we gaan verhuizen. Zodat we met een schone bank die kant op gaan. En het tapijt, vloertapijt, wordt ook even schoongemaakt. En de tuinkussen, zeg maar, voor op ons tuinmeubel. Dus dan is alles weer lekker schoon op het moment dat wij naar ons nieuwe huis gaan. En het is wel heel fijn dat het nieuwe huis ook best wel dichtbij is. Dus we kunnen gewoon iedere dag een beetje op en neer brengen. En dat dan alvast boven neerzetten. Want beneden kunnen we eigenlijk nog niks daar plaatsen. Omdat beneden de vloer nog gelegd moet worden. Dus het is niet handig om daar dan nu allemaal spullen neer te zetten. En dan dat straks weer aan de kant moet halen. We gaan aan de slag. We'll be right back.
Ik had voor de kids weer wat dingetjes besteld bij de Zara. En ze hebben nu echt zo'n heerlijke voorjaarscollectie. Ik word altijd zo vrolijk van dit soort kleurtjes. Van dat zalmroze, roze. En ook een beetje van die blauw tinten, grijs, beige. Dat vind ik altijd heel leuk voor de kindjes. En ik heb voor Juna dit hele schattige rombertje besteld. Voor haar ook nog deze. Met een heel leuk patroontje erin. Voor Nela dit leuke cargo broekje. En dit vestje in zo'n roze kleur. Ik heb alles al even gewassen, dus het is een beetje verkreukt. Ik moet nog even stomen. Voor Juna ook deze. Die had ze al, maar die was een beetje verkleurd door eten erop. En nu heb ik hem weer opnieuw besteld. Deze ook voor Juntje. En voor June en voor Nela heb ik zo'n roze trui, zodat ze kunnen twinnen. Die hieronder ligt voor Nela. En voor June had ik ook nog dit broekje, gewoon zo'n simpel zacht broekje. En voor Nela deze, die vond ik ook heel leuk. Zo'n zandkleurig broekje. En voor Nela dus dezelfde trui als die ik voor June heb. En voor Nela heb ik ook deze oversized beige trui. Ook een heel fijn stofje. En deze vond ik ook echt te leuk. Dit is een blouseje. Met Minnie Mouse op de achterkant. En zij is echt helemaal weg van Minnie Mouse. Dus dit vind ik wel echt zo'n ding voor haar. En voor Juntje had ik ook nog gewoon wat makkelijke broekjes. En dit rompertje. En dat was eigenlijk alles wat ik voor hun heb besteld. Heel blij mee. Wij gaan even avondeten maken. En ik had op Pinterest dit filmpje gezien. Ik weet niet of jullie het kunnen zien. Kijk. Nou, jullie zien het niet zo goed, maar dat is zeg maar zo'n filmpje dat ze honing zalm aan het maken zijn. Ja. En ik vond het er heel lekker uitzien, dus ik ga het nu met haar eventjes namaken. Ja, die. We zijn alleen de kajetpeper vergeten. Met peper. Ja, deze moet er ook een beetje op, keju. Oké, keju. Keju kruiden. Ja, dit vind ik lekker. Ja, wat vind je lekker? Ik ga hier zitten. Wat moeten we nog meer doen? Oh, de knoflook moeten we eventjes... We zetten hem even neer. Dan moet je het zo doen. Kijk, de knoflook moeten we snijden. Waar is die? Knoflook heb ik. Deze. Even kijken. 1 teentje knoflook. Dan gaan we nu een pan aanzetten. En in de pan, weet je wat je wel mag doen? Je mag een beetje honing. Bij? Honing over de zalm doen, volgens mij. Ja. Even kijken. Je mag wel. Moet deze er nu op of niet, de honing? Ja. Looks good. Echt heel goed ziet het eruit. Het ruikt ook lekker. Ik ga nu nog eventjes sudderen en dan kunnen we straks gaan eten. Goedemorgen mensen, het is vandaag, de volgende dag, ik kreeg stoom van Nela. En wij zijn net eventjes aangekomen op kantoor, omdat ik foto moest maken voor een campagne. En Dwayne had ook wat dingetjes voor een samenwerking wat hij moest doen vandaag. Dus toen dachten we, dan combineren we dat. Gaan we ook lekker eventjes hier een beetje chillen en in de tuin met Nela spelen, want we hier hebben een trampoline en thuis niet. Dus het is super mooi weer, daar gaan we ook lekker even van genieten. Oeh, laat ik het alsnog vallen. En dan gaan we straks weer richting huis. Dus ik ga hier ook een beetje even opruimen intussen. Dan is het gewoon wanneer we weer op kantoor zijn met z'n allen lekker opgeruimd. En dan komt er straks ook nog iemand bij ons thuis trouwens een kast ophalen. De kast die in de keuken staat. En verder gaan we niet zo heel veel vandaag doen. Behalve dat Ben nu voetbal aan het kijken is en ik lekker met Nela hier in de tuin ga zitten. Dus dat gaan we doen. Want je hebt weer Lolly over, dus dan kunnen we lekker buiten spelen. Ja, ik ga niet. Ja, ik kom. Nou, gaan we dan. Lekker naar buiten. Oh, dat zonnetje. Is toch heerlijk dit? Hm? Wil je erop? Kom dan. Kom maar. Wat zeg je? Of je erop wil? Ja. Hoppakee. Ja, go. TV, stoeltje. Helemaal blij met kind. Zo schattig.
wanneer jullie deze vlog zien, staat ook de nieuwe collectie online in mijn webshop. En we hebben een super mooie tas erbij, maar ook zo'n riem met van die tasjes eraan in cognackleur. Vind ik heel vet, met bijvoorbeeld een zwarte outfit. Lekkere nieuwe joggingbroeken, loungepakjes, truien. Wat meer ja, luchtige blouses voor het voorjaar. En nog veel meer wat hier niet tussen hangt, staat vanaf vandaag. Deze vlog komt volgens mij ook vandaag online. Staat het op de webshop. Dus dat moet je even in de gaten houden. En hier alvast een sneak peek van de swimwear collectie. Die ook binnenkort online komt. Echt helemaal verliefd op dit. Maar er komt nog veel meer bij. Dus dat moeten jullie gewoon eventjes in de gaten houden. Maar dat komt ook soon online. Goedemorgen mensen. Het is vandaag zaterdag. En ik sta hier in een best wel lege slaapkamer. We zijn vandaag druk bezig geweest met ladekastjes leeghalen. En we hadden van de week al twee kasten op Marktplaats gezet. Die zijn net opgehaald. Dus er is niet zo heel veel meer te zien hier in onze slaapkamer. En we leven nu echt een beetje uit de verhuisdoos. Want we hebben alles in die transparante bakken gedaan die hier op de grond staan. Dus die kunnen we dan gewoon nog gebruiken als kastjes. En dan straks als we in een nieuw huis zitten, dan kunnen we dat allemaal uitpakken. Maar dit vind ik wel heel chill om op deze manier te verhuizen. Omdat alles gewoon in plastic bakken zit. En je kan het ook echt zien wat erin zit. En mocht je bepaalde dingen niet vaak nodig hebben, dan stop je dat gewoon in een transparante bak. Leg je het in je opbergruimte eventjes weg. Want wij gaan natuurlijk nu twee keer verhuizen. Dus leek het ons wel efficiënter om dan vanuit zulke dozen te gaan leven. En bepaalde dingetjes zoals kleding, wat echt nog veel te groot is voor Juna. Die ze waarschijnlijk pas over een jaar of anderhalf jaar aan kan. Die hebben we gewoon ook in transparante bakken gedaan. En die gaan we er gewoon in de bergruimte stoppen. En dan op het moment dat we gaan verhuizen naar het nieuwe huis, dan kunnen we dat weer even uitzoeken. En dan hoogstwaarschijnlijk passen alles tegen die tijd. En dan kunnen we het gewoon daar in haar kast doen. Dus dat is veel beter, denk ik, dan dat we alles in van die verhuisdozen, kartonnen verhuisdozen zouden stoppen. Want dan ja, ben je daar ook gewoon weer alles in kwijt. En dan moet je dat weer openmaken en zoeken. Dus nu zit het gewoon op deze manier erin. En ik ben blij dat in ieder geval die kast is opgehaald. Want het was een heel groot dressoir wat hier in de kamer stond. En die was echt loodzwaar. Ik weet niet of jullie nog weten in een van mijn vorige vlogs dat die op meteen was gekomen. Dat ik daar ook echt voor gehecht moest worden. Nou, die kast dus, die heeft een hele lieve vrouw overgenomen voor haar showroom. En ik ben blij dat zij er heel happy mee zijn. Dus dan heeft het in ieder geval een nieuwe eigenaar. En de andere kast die daarnaast stond is net ook door een meneer opgehaald. Dus dan is alles hier gewoon lekker leeg. En dan gaan wij gewoon beetje bij beetje van de week verhuizen. De vloer die is deze week er al ingelegd. Tenminste, ze zijn er nog mee bezig nu. Ze gaan de plinten vandaag doen. Maar ze zijn dus in ieder geval bezig geweest met het leggen ervan. Een begin gemaakt. En volgens mij zit hij nu helemaal erin. Dus dan kan ik straks even kijken bij het huis hoe het eruit ziet met plinten. Want dan is het natuurlijk ook echt helemaal af en strak afgewerkt. Dan dat je het zonder plinten hebt. Want wij hebben natuurlijk ook een geverfd muurtje. En dat hebben we niet tot aan de grond geverfd. Omdat die plinten er toch nog voor kwamen. Dus ja, dan is het straks lekker helemaal strak weggewerkt allemaal. Dus wellicht dat we daar straks nog eventjes gaan kijken. Maar van de week gaan we in ieder geval beetje bij beetje wat spullen alvast overbrengen. En dan kunnen we gaan beginnen met het inrichten van ons huisje. En heel veel meubels die pasten dus ook gewoon niet in dat huis. Dus die hebben we gewoon echt nu dan verkocht. Omdat we weten ook niet of we dat dan zouden meenemen naar het hele nieuwe huis die we straks gaan bouwen. Omdat we dan tegen die tijd ook wel weer een beetje een andere smaak willen hebben, denk ik. Ik ga gewoon lekker verder vandaag met inpakken. Mijn moeder die is beneden met de kids om op te passen dat wij even onze handen vrij hebben. En dan kunnen Dwayne en ik af en toe even op en neer. En zo hebben we zo nu en dan wat oppas geregeld. Wat ook wel heel erg fijn is en ook veel rust geeft dat we op die manier toch alles een beetje kunnen inpakken en regelen. Ik ga lekker beginnen hier. Dit afmaken, opruimen. En de laatste spullen die ik uit dat andere kastje heb gehaald, die ga ik ook even in een bak ordenen en weghalen wat weg kan. En dan ga ik zo meteen ook verder op de zolder. Want daar is het helemaal één groot drama. Ik ben nu even met Dwayne aan het kijken bij het huis. De eerste keer dat ik de vloer zie. Niet normaal dit. Heel handig zicht. Zo, dit is echt heel anders. Wow. Wat hebben ze dat netjes gedaan? Love it. We zijn zo blij ook met met dat biesje. Dat vind ik ook echt heel tof, dat zwarte biesje erop. Maakt het net even wat chiquer of zo allemaal. Ja, ik ben echt heel blij. Echt precies zoals we in ons hoofd hadden is het geworden. En we gaan nu gelijk
Even een tv-meubel in elkaar zetten. Die hebben wij binnengekregen van Jotex. Ik heb een samenwerking met hun. En ze hebben echt super mooie meubels. Echt niet normaal. Mooie meubel is dit ook. Want we hebben eentje met een soort van natuursteen erop. Die ga ik zo laten zien. Maar die moeten we er nog even bij pakken. Dus er komt hier zo'n plaat op. En er komen nog pootjes onder. Dus dat gaan we nu meteen maar even in elkaar zetten. Zodat de tv ook gewoon zo snel mogelijk hier naartoe kan. En alle andere spullen. En ik ga nu eventjes nog een beetje stofzuigen. Ik moet deze ramen nog lappen. Beglazing bedoel ik. Oh, ik ben helemaal uitgeput van stofzuigen. En Dwayne had laatst ook de deuren zwart gemaakt. Of tenminste, de schilder had het gedaan uiteindelijk. Omdat het ons niet echt goed lukte. Dus de schilder heeft nu een paar goede lagen gedaan. En die deuren die zaten er al in. Ik zal hem eventjes dicht doen. Kijk, dit waren de deuren al hoe ze waren. Alleen dan in het wit. En dan hebben wij ze dus zwart gemaakt. En de kozijnen ook. Dus dan ziet het er gelijk een stuk chiquer uit. En we hebben de handgrepen vervangen. Die waren eerst chrome. En nu hebben we dus gewoon zwarte handgrepen via een webshop besteld. Zodat het gewoon één geheel is. Dus dat is ook wat veranderd is. En hier in de keuken hebben we natuurlijk ook dezelfde vloer van Luxury Floors. En hier had Wayne nog zelf een kastje gemaakt. Want ik weet niet of jullie het nog herinneren, maar dit kastje wat hier eerst op zat was echt afgrijzelijk. Dus nu heeft hij gewoon zelf met MDF hout twee kastdeurtjes gemaakt. En hebben dat frame en het kastje zelf zeg maar ook helemaal zwart gemaakt. En hier komen nog plinten, dat komen ze van de week eventjes leggen. Maar echt, die vloer is niet normaal, jongens. Ik zal even de naam opvragen van deze kleur en de naam van het model. Want dit is dus een Hongaarse punt. En dan vraag ik ook even gelijk een linkje naar het product, zodat jullie die ook kunnen vinden. En dit heet Band en Bies, geloof ik. Dat is een zwarte lijntje wat je dan zeg maar rondom hebt. En dat geeft net een iets chiquere look, vind ik. Dus dat hebben we allemaal van Luxury Floors en we zijn er heel, heel, heel blij mee. Onze Grenelle dressoir die staat. En we hebben net samen even die plaat erop getild. Dus dat natuursteen gedeelte. En dat is wel echt heel zwaar. Dus ja, kijk je daar niet op als je hem gaat bestellen. Maar het is wel echt een hele mooie kast. Ik vind hem ook heel stoer eruit zien. Dat breekt het even een beetje op allemaal. Dus helemaal happy mee. Life goals. Het moment wanneer je dochter zelf de fles vasthoudt, hè? Ja, lekker, hè? Heerlijk flesje melk. Dat scheelt zoveel. Ja, dat scheelt echt. Vooral wanneer ik bezig ben met Nela. Dan kun jij lekker drinken. Ik smeek voor kleuren de papa. Die oogjes. Ik zeg dat ik klaar ben voor mijn hele. Papa. Kijk hè. Wat ben jij nou aan het doen daar? Wat ben jij aan het doen? Jij ook? Ja. Nou. Ik ben heel even met Nela naar de supermarkt. Want we gaan cupcakes vullen. Cupcakes maken morgen. Dus we moeten even cupcake beslag halen. Wacht. Ja. Ik ga je even eruit halen. Ik heb slagroom. Ik heb slagroom voor de cupcakes. Ja. Cupcakes. Wacht even. Goed omhoog. Nela die wordt helemaal gek, want ze hebben hier bij de supermarkt zo'n afdeling met allemaal van die bakspulletjes. Dus dit soort dingen en roze versieringen en zo. Nee, leg die maar terug. We hebben echt genoeg lekkers hoor. De hele kar zit vol met alleen maar zoetigheid. Hallo, terugleggen nu. Die mag je terugleggen. We hebben echt genoeg. Dan gaan we die een ander keertje kopen, maar nu hebben we echt meer dan genoeg zoetigheid, mevrouw.
Nou, goed. Hebben we alle recepten, ingrediënten voor de cupcakes? Deze moet wel. Ja, doei. Echt niet. Lieve mensen, het is echt al een week later en ik was net mijn vlog aan het editen en toen zag ik dat ik hem nog niet had afgesloten. We zitten midden in de verhuizing en het is best wel veel wat we moeten doen. Ik voel lichte paniek, maar op zich hebben we een redelijk chille verhuizing, als in we hoeven dit huis nog niet uit. Maar voor nu is het echt even allemaal gewoon te veel. Dus ik ga de komende dagen sowieso nog wel wat vloggen. Maar deze vlog komt op de woensdag, dus vandaag online. En dan volgende week, of eigenlijk aankomende zondag heb ik dan geen video. Maar die week daarop wel weer een video op zondag. En vanaf dat moment gaan de video's gewoon weer op zondag online komen. Dus dat wilde ik eventjes zeggen. I will be back. Maar voor nu is het gewoon even te veel. En ik ga mezelf niet nog meer druk opleggen dan dat ik al voel. Dus ja, ik wil jullie voor nu bedanken voor het kijken. En ik zie jullie snel weer terug. En waarschijnlijk zit het al in een nieuw huis. Oh mijn god. Can you imagine dat we gewoon dit huis gaan verlaten nu binnen enkele dagen. Oké, dat was even een korte update. En je ziet me gewoon volgende week weer terug. Doei doei.